En een van deze mensen is een brader van ons, Imro Blom. Imro, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Het zou prettig zijn als je even, als we precies kunnen weten, wie is Imro Blom? Trouwens, het lijkt alsof wij lokaal zijn, maar in feite is Radio Standvast over de hele wereld. Dus dat betekent dat er ook mensen zijn die in Den Haag luisteren goed naar jou. Wie is Imro Blom? Ja, Imro Blom. Ik ben kandidaat raadslid voor D66. Ik sta op nummer 15. Ik ben nu al fractievertegenwoordiger in de raad en ik voer het woord op onderwijs en op de WMO. Daarnaast ben ik directeur van een maatschappelijke organisatie, Mythicas. Ik werk met jongeren tussen de 12 en 24 jaar. Ik heb een methode ontwikkeld om het gedrag te veranderen, te beïnvloeden. Ik zet de kunst in als middel. En ik doe dat nationaal en internationaal en in 2015... heb ik ook een project in Suriname mogen doen met drop-outs. Oké, prachtig. Dus jij bent onderwijsman? Ik ben een onderwijsman, maar ik heb een theateracademie gedaan. Okay. Dus ik ben ook een theaterman en een politicus. En je maakt die overstap. Hoe komt een theaterman eraan toe om te gaan in de politiek? Politiek is toch ook theater een beetje, of is het echt? Ja, politiek is wel echt. Alles wat we om ons heen zien en waar we naartoe gaan, dat heeft altijd met politiek te maken. Dus politiek is echt. En toen ik de theateracademie deed, meer dan 20 jaar geleden, toen had ik al voor mezelf dat ik theater wilde inzetten voor de maatschappij. Dat heb ik de afgelopen 20 jaar heb ik dat via mijn organisatie kunnen doen. En in mijn organisatie heb ik wel gezien van ja, hè, wil je nu echt een volgende stap maken om echt in het hart van die maatschappij veranderingen door te brengen? Ja, dan moet je weer een stapje verder, dan moet je de politiek in. Dus ik heb, hè, wat u al zei in de inleiding, dat heb ik 4 jaar geleden heb ik dat voor de eerste keer heb ik getracht om erin te komen. Nou, na 3 jaar is het me toch gelukt om in ieder geval een bijdrage te leveren in de politiek zelf. Hè, want ik ben fractievertegenwoordiger. Okay. Ja, nu heb ik het zo goed geproefd dat ik zeg van nou ja, de komende jaren wil ik het werk wat ik nu heb neergezet, wil ik gewoon doorzetten. Oké. Je staat op de 15e plaats. Hoeveel zetels telt D66 is de partij waar je zit? Hoeveel zetels stellen jullie nu op dit moment? Ja, op dit moment 7. Zijn 4 jaar geleden zijn de grootste geworden met 8 zetels. Nou, helaas is 1 zetel is ons ontnomen. Uh-huh. En is naar Groep de Mos gegaan. We hebben nu 7 zetels. En ja, we hopen voor de komende verkiezingen ja, dat we weer minimaal in ieder geval dat aantal halen van 7, 8 zetels. Het zijn lokale verkiezingen, maar als ik het zo hoor, 7 zetels nu. Hoe gaat Imro Blom ervoor zorgen dat hij erin komt bij de eerste 6 van D66? Wat ga je doen ervoor en waarom moeten de mensen op jou stemmen? Ja, wat ik heel belangrijk vind, dat is dat we in een inclusieve samenleving leven. Wat betekent dat? Een inclusieve samenleving, dat betekent dat je in een diverse samenleving, dat je iedereen erbij betrekt. Dat je niemand uitsluit of dat er behandelingen komen. Voor iedereen gelijke kansen. En dat gaat op de onderwijs of arbeidsmarkt. En wat ik ook zie, ik heb heel veel met de mensen vanuit Suriname en vanuit de Antillen gewerkt. Hè, die hebben ook bij mij in mijn maatschappelijke organisatie gezeten, ook de jongeren. En wat ik zie is dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat zij, wanneer zij een CITO-toets krijgen, dat zij op de juiste schaal worden ingeschaald. Of dat zij gaan solliciteren, dat zij per direct worden aangenomen. Ik zie dat er veel jeugdwerkloosheid is. Ik zie dat er in het onderwijs dat je echt nog wel een stap moet maken. Maar wat ik ook zie is dat er in de politiek niet een woordvoerder is voor de Afro-gemeenschap in Den Haag. En dat is, ik zou dat voor de komende tijd, zou ik me permanent willen inzetten voor onze gemeenschap. En daarom denk ik dat ik ook iedereen die in mijn omgeving is, om hen in ieder geval te vertellen wat ik heel graag zou willen. En eens kijken of ik hun stem kan krijgen om in ieder geval voor de komende periode in de politiek te geraken in de raad. Oké. Als je zegt de Afro-gemeenschap in
Den Haag, dan is het breed. Dan praten we over mensen uit de Caribbean, Suriname, Aruba, Curaçao, noem maar op. En daarnaast niet te vergeten, denk ik, ook de hele grote Afrikaanse gemeenschap, mensen uit... Uit Ghana. Uit Ghana, de kerken, heel veel Ghanese kerken. En, en wat is datgene wat de mensen juist zou moeten trekken om te zeggen van luister, dit is de bullets waarop Imro zich gaat inzetten de komende 4 jaar als jullie op mijn stem. En waarom stel ik die vraag dus zo expliciet? Ja. Ik weet dat D66 is een onderwijs een goed partij. Dat betekent heel veel goed onderwijs. Wethouder Rabin die heeft gezegd van jongens, wij gaan hier invoeren, zodanig solliciteren dat mensen niet weten wie je bent. Anders krijg je dan discriminatie. Maar wat moeten de mensen van jou verwachten? En waar ga je ze dus zodanig trekken dat ze bij jou, dat ze als ze in dat hokje gaan, zeggen van hey, ik stem op Imro Blom? Ja, wij hebben de wethouder onderwijs. Dat is Saskia Bruijnes. De afgelopen 4 jaar hebben we 75 miljoen geïnvesteerd in het onderwijs in Den Haag. En dat is meer dan prima. Maar wat we toch ook nog zien is dat als het gaat om de Afro-gemeenschap. Laat ik even iets anders zeggen. De VN heeft een resolutie uitgeschreven in 2013. Waarin wordt gesteld dat de Afro in de wereld, dat zij achterlopen in een samenleving waar ze zijn. En dat ze niet aan de bovenkant de woordvoerders en de beslissers hebben om mee te kunnen beslissen voor de samenleving, dus ook voor de groep. Dat is in 2013 is dat gesteld. Hier in Nederland, ministerie van Sociale Zaken, die faciliteert organisaties, projecten die eigenlijk een bijdrage willen leveren om de Afro-gemeenschap te empoweren, te ontwikkelen, zodat ze ook aan de bovenkant van hun samenleving, dat kan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, of waar dan ook zijn, zodat ze mee kunnen doen. Vorig jaar heb ik een stichting opgericht, dat heet Madaraya, dat is een lobbyorgaan, om te zorgen dat al die organisaties die heel graag een bijdrage willen leveren, dat we hen helpen in projectbegeleiding, in de visiebegeleiding, zodat we met elkaar in ieder geval kunnen zorgen dat de VN-resolutie, zoals ook Sociale Zaken dat wil uitvoeren, dat dat ook bij de mensen terechtkomt die het nodig heeft. De Afro-gemeenschap. Mm-hmm. Nou, als je nu kijkt in Den Haag, dan zitten we in een hele diverse samenleving. Maar we merken wel dat als het gaat om onderwijs, als het gaat om de arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om schulden en armoede, en als het gaat om opvoeden, als het gaat om empoweren van onze eigen mensen, dat we daar echt een stap in kunnen maken. En ik zie onze kracht, dat zie ik hè, vanuit mijn maatschappelijke functie, maar ik zie het nu ook in de politiek. Maar op een of andere manier zie je dat we daar nog wel stappen in kunnen maken. En dat je woordvoerders nodig hebt. Je hebt rolmodellen nodig. Die de voorbeelden hè, voor je kinderen, de voorbeelden voor jezelf. Zodat je ook gemotiveerd en geïnspireerd wordt om jezelf te ontwikkelen. En daar wil ik een bijdrage aan leveren. En want we hebben heel veel mensen, alleen we verenigen niet. En daardoor is het versnipperd. En daardoor is die ontwikkeling is veel moeilijker. En dat zie ik in Den Haag. Ik zie het in het land. Ik zie het in Suriname. Maar laat ik me even houden tot Den Haag. Want hier heb ik me nu kandidaat gesteld. En ja, mijn idealen voor de Afro-Suriname, Antillaan, de Afro-mensen van Afrika. Die zou ik heel graag in de politiek. Daar zou ik permanent aandacht aan willen besteden. U heeft daar in Den Haag de heer, de heer Bres, hè? Klopt het? Henk Bres. Henk Bres, heel bekende Hagenaar, ken ik ook. Hè? Ja. En de heer Bres die zegt van, ik ben een racist, wat dan? Ja, Henk Bres mag zeggen wat hij wil, zolang het juridisch verantwoord is. Okay. En op het moment dat dat niet is, dan zal hij zich, denk ik, moeten verantwoorden bij de rechter. Oké. Okay. Nou, ik stel dat omdat Henk Bres die heeft zich aangemeld als prominente PVV'er. Okay. Dat betekent dat het daar heel druk wordt, want intussen heeft de groep de MOS zich ook aangediend. Ja. Volgens mij heeft Nida zich ook al aangemeld. Klopt. Afgelopen vrijdag was er
een heel grote discussie in Rijswijk. Hè? Ja, de Nederlandse ja. lul, identiteit. Ja. Waar ja. ik dus naartoe wil. Hoe scheurt dat zich in zo'n stad met ruim 160 nationaliteiten? Dat je dus op een gegeven moment allerlei soort zaken krijgt die niet zo fijn zijn voor het klimaat van die stad. Wat je dus ziet is dat door die hele snelle verandering in die Haagse samenleving, in de Nederlandse samenleving, proberen woordvoerders, proberen beïnvloeders, eigenlijk wat men heeft, probeert men te houden. En daar heb je ook ja, toch extremisme in. Als zo'n Henk Bres, als ik dan een tweet van hem zie, dan denk ik van nou ja, hij zal zich juridisch moeten verantwoorden. Het draagt niet bij aan samenhorigheid. Is hij aangeklaagd? Nou ja, ik weet niet of hij is aangeklaagd. Okay. Maar kijk, op het moment dat iemand racistische uitingen doet, dan kan die worden aangeklaagd en dan zal hij zich moeten verantwoorden. Okay. Dus ik denk dat dat is onze rechtsstaat. Mm-hmm. En ik denk dat het een goed teken is. Dat is denk ik ook de basis. Dus al komen er allerlei politieke partijen die met uiteenlopende meningen een bijdrage willen leveren, op het moment dat het racistisch is, dan kunnen we natuurlijk dat soort partijen aanklagen. Dus dat is al één. Of dat helpt aan de cohesie, om die saamhorigheid die we eigenlijk wel nodig hebben, is, het houdt je scherp. Het houdt in ieder geval mij scherp. Het laat me nadenken. En ik merk met wie ik ook praat, of het nou een witte Nederlander is, of het een zwarte Nederlander is, of dat het een expat is, of dat het een migrant is die voor even hier komt. Er zijn een aantal hele grote pijlers waar we toch met z'n allen naar streven. Okay. En dat is dat je je kinderen goed kan opvoeden. Dat het in een veilige omgeving is. Mm-hmm. Dat je goed onderwijs kan genieten. Nou, dat je hier kan werken en dat je kan opbouwen. Mm-hmm. En als ik met deze pijlers naar iedere kiezer ga of naar iedere burger, dan is het ja. Alleen wat je wel ziet in de politiek, heb je nodig de mensen die zo'n pad kunnen plaveien, die infrastructuur kunnen maken, zodat die pijlers die ik net opnoemde, zodat burgers daarvan kunnen genieten. En ik denk, als ik in de raad zit, dat ik daar permanent aandacht voor zou kunnen vragen van, hoe gaan we daarmee om? En dat je zelf ook met initiatieven komt. Ik heb bijvoorbeeld, ik zit nog, in een half jaar ben ik echt woordvoerder onderwijs. En wat wij in Den Haag hebben is segregatie in het onderwijs. Nou, op het moment dat ik erin kwam, ben ik meteen naar de scholen gegaan. Omdat ik denk van we hebben bijvoorbeeld internationaal een uitwisselingsprogramma. En dan zeggen we van, laten onze kids laten die naar Canada gaan, laten die naar Amerika gaan. Want als ze terugkomen zijn het wereldburgers. Maar lokaal regelen we dat niet. Wij hebben hier het zand en het veen. Dat is een hele grote kloof aan het worden. Dus ik heb gevraagd aan de scholen, hoe zouden jullie het vinden als jullie kinderen van de ene kant van de stad in aanraking laten komen met de kinderen aan de andere kant van de stad, klassikaal, voor een bepaalde periode, in een aantal vakken. Dus Nederlands, dat kan muziek zijn, dat kan theater zijn en burgerschap. Zodat ze elkaar beter leren kennen. Okay. Unaniem hebben alle scholen gezegd, we willen hier aan meewerken. Aankomende donderdag is de raad en dan wordt deze motie, die wordt ingediend, opdat wij voor de komende periode leerlingen van het zand en het vee, en dat zijn dan leerlingen die zijn 14, 15 jaar, om die op die manier met elkaar in aanraking te laten komen. Nou, en dat zijn dus initiatieven, dat zijn in ieder geval ideeën die ik ook voor de komende periode heb. Aan de ene kant heb je die excessen van wellicht verschillende mensen die er anders over denken, maar ik denk met name van, maar hoe kunnen we elkaar in ieder geval beter versterken, ontmoeten en dan samen een mooie samenleving maken. Dus dat is zeker, dat zijn mijn speerpunten. En daarom denk ik van, wil je dit heel graag hebben, stem dan op 21 maart op mij. Dus u moet met voorkeur stemmen binnenkomen. Dat betekent, u staat nummer 15 goed op de lijst. Dat betekent dat we de wijken Molenwijk, Schilderswijk, Transvaalkwartier, waar een heleboel mensen wonen die op u en mij lijken, met elkaar gaan verbinden om zodanig dat u binnenkomt. Ik hoop dat van harte, want er is genoeg te doen. En ik hoop natuurlijk op iedere stem. Okay. Absoluut. Aboumbrada, succes met de campagne. En we spreken je
Zeker voor de verkiezingen. Ja? Avond. Oké, tot ziens. Is goed hoor. Dag, dag.